gooi je hem erin. Nou, de eerste winterbokaal hier in Kerp in Duitsland. En kijk eens welke goede vriend erbij is. Frans, hoe is je Duits? Nou, ik ben hier juist aangekomen. Du bist in Berlin, hè? Bol? Ja, geweest. Gewezen, ja. Ja, maar mijn Duits is aber zeer goed. Zeer goed. Ja, wir sprechen das Deutsch richtiger, wie so man in Bad Godesberg spricht, ne? In Berlin, da sind alle Leute von Politici, sind da... Ik heb altijd al gezegd, stom lullen is aan Frans wel besteed. Frans, die hebben we vandaag voor het eerst weer terug als speaker. En Frans, ga je voor ons ook wat interviews doen in de paddock? Ja, daar ben ik inmiddels al mee bezig geweest. En, nou, dat weten de mensen nog niet, dus dat moeten we er even uitknippen, want dit zetten we helemaal aan het begin. Oh, ja, ik ben inmiddels wel al in de paddock geweest. Ik heb ook alweer een paar opponenten geïnterviewd. En nu doe je het weer, we zetten dit aan het begin van het filmpje, dus ik vraag je nu even, dat knippen we er gewoon uit. Ik vraag je nu even of je nog interviews voor ons gaat doen. Ja. Even wachten. Frans, ga je ook voor ons nog wat interviews doen? Ga ik zeker doen. In de paddock? Absoluut. Absoluut. En dan gaan we gewoon een heel mooi interviewtje van maken. Prachtig mooi. Heb je al mooie, nou ja, laten we het noemen, slachtoffers gevonden? Het zijn geen slachtoffers. Het zijn potentiële kanshebbers om overwinningen te behalen. Nou, oké. Ik ben eigenlijk heel blij dat ik eens een keer het stokje over kan geven naar Frans. Want iedere keer maar mijn kop op tv, dat is ook niks. Nou, ik vind het wel leuk als ik Kuifje zie op tv. Wie is Kuifje? Dat ben jij toch? Oh, is dat zo? Ja, ik ben Kuifje. Ja, ja. Hey Frans, ik vind het een leuk idee. Als we nou eens even beginnen met het eerste interview. Nu staat daar een vader van een rijdertje. Ja. En dat is een man waar je leuke interviews mee kan houden. Zou je dat nu even willen doen? Het ligt eraan hoe die heet. Henk de Winter. Henk de Winter, ja, nou dat kan. We gaan even met Frans naar Henk de Winter. Dat is goed. De Winter, ben je klaar met ouwe hoeren of wil je het met mij doen? Nou, deze keer wel. Maar, mooi. Wat ga je morgen doen met je kinderen? Ik heb maar één kind bij me. Ja, bij je. Bij me. Ja, maar goed, je hebt er toch meer? Ik heb er meer. Geregistreerd? Ook nog. Hoeveel? Twee. Twee. En waar woon je? Je had zeker 10 verwacht. Nee. Ik weet natuurlijk, geregistreerd hebben we het er over 2. Nee, oké. Dus dat kunnen er meer zijn. Dus, maar ik woon in Zeeland. Dus, Je rijdt met topkart, rij je dan ook bij slangen? Ja, tuurlijk. Wat tuurlijk? Ja, ik verander niet van kleur, dus... Nee, je wordt in ieder geval niet rood, zie ik. Nee, dat bedoel ik. Maar goed, je bent morgen van plan om met je zoon te gaan rijden. En, doe jij de afstellingen of laat je dat over aan de monteur? Ik heb samen een hele goede monteur en dan komt hij in beeld. Robbie van Zetten. En met ziel en zaligheid is hij altijd met de kart bezig. En hij is ook de beste maatjes met mijn zoontje. Oh, hij rookt wel, zie ik. Ja, er komt van alles onder zijn pet vandaan, dus... Hij dampt regelmatig uit. Hij heeft ook een hele trucendoos, dus die kart kan nog veel sneller. Dus. Maar je bent ook zeer goed bevriend met Sjoerd Klip? Ja, keer die camera's om. Ik zie hem al lachen dan met dat kickerbackie. Ja. Maar waar ken je hem van? Ik heb hem ooit eens een keer gezien op een kartbaan. En toen deed hij me vorig jaar een voorstel. Henk, je moest een keer een weekendje Italië doen. Met een of andere film, Tropi, Academie gebeuren. Nou, ik zeg, oké, ja, waarom niet? We hebben niks te verliezen, maar het was een heel gezellig weekend. Valt me wel op, als je uit Zeeland komt, dat jullie de thee nooit uitspreken, toch? Nou, ja, ik drink ook geen thee. Nee, nou, maar zeg ik, niet, hè? Nee. Maar hoe was het in Iatië? Italië, ja. Italië, ja, best wel, ja. Ik moest wennen aan de taal, aan de cultuur, aan de mensen, maar ja. Maar ik had gelukkig Sjoerd bij me en dat was een goede tolk voor mij. Morgen gaan we wat resultaten zien van die man die achter je zit? Ja, die man die sleutelt en die kleine die loopt aan de gestieren rond en hij moet maar zijn best doen. Dus, we gaan altijd voor de overwinning. En dat kan hij makkelijk. Dus. Vind ik een mooi en een nobel streven. Ja. Bedankt voor het interview. En als hij laatste wordt, nou ja, ook goed. Het gaat alleen om de fun. En als hij dan zijn zin hebt. En ook teamgenoten Richie Broeders. Dat is gewoon geweldig. Dan wordt het morgen een prachtige dag. Ik heb een gastrijdertje dit weekend. En we zijn een hele weekend Volendam bezig. En dat gaat hartstikke leuk en goed. Heb je ook een team dan? Davy Racing Team. Dat je je nog niet voorgesteld hebt aan me dan? Ja, maar alles kan komen. Ja, kijk. Er komt nog iets aan.
Dit is... Er komt nog een fan van me. Nog een fan van je? Hoe is hij nou? Goed. Kijk, mooi. Maar je wil graag met hem op de foto? Natuurlijk. Waarom? De film, ja, omdat ik gewoon een geweldige vent vind. Deze stand van deze pet, hè, weet je wat dat betekent? Ja, fuck off. Nee. Oh. Zal ik jou dat even uitleggen? Vertel. Deze stand heeft Michel van Circa ooit zijn Europees kampioenschap mee behaald. Dat was wel lang geleden, zeker. Om het broertje van Peter de Bruisenvrouw eruit te houden. Ja. Ja, maar ik zit nog maar 2 jaar in die kartsport, dus ik kan ook niet alles weten. Gaan we de volgende keer aan je vertellen. Dat is voor de volgende keer.